Doedag moet personeelstekort in de techniek wegnemen. Hoewel er werk zat is, heeft de technieksector al lange tijd te maken met een personeelstekort. Naar aanleiding daarvan werd woensdag de Techniek Doedag gehouden voor kandidaten van het werkbedrijf Lucrato, het UWV en werkzoekenden vanuit de gemeente Apeldoorn. Wij als Lucrato organiseren deze doedag omdat er nog steeds ontzettend veel vacatures zijn in de bouw en techniek. En de kandidaten die daar echt ervaring mee hebben, die hebben we niet meer. We staan hier bijvoorbeeld bij bedrijf Lindhorst. En alleen hier hebben ze bijvoorbeeld al 15 vacatures. En eigenlijk is alle bedrijven in Apeldoorn en omgeving hebben grote tekorten. En er zijn nog steeds mensen op zoek naar een baan. Dus het doel van deze dag is om mensen meer bewust te maken van de functies, van wat ze allemaal kunnen in techniek en welke mogelijkheden en opleidingsmogelijkheden de techniek te bieden heeft. Slechts 2 Apeldoornse bedrijven deden mee aan de doedag. Beide bedrijven zoeken naastig naar nieuwe arbeidskrachten. Deze dag komt dan ook goed voor hen uit. Een doedag is belangrijk. Er is een tekort aan technisch personeel. Zeker reguliere aanwas vanuit de jeugd, daar is er te weinig van. En middels zij-instromers, voor wie deze dag speciaal is georganiseerd, proberen we ook extra personeel te werven. En natuurlijk ook de mensen kennis te laten nemen van wat het is om te werken in de installatie en elektrotechniek. Er deden 55 mensen mee aan dit project. Ze kregen eerst instructies, maar daarna moesten zij ook echt aan de slag. Bij beide bedrijven kunnen deze mensen mogelijk aan de slag. Toch vindt Elvira Zuurhout van Lucrato dat niet het belangrijkste. We doen het nu bij 1 bouwbedrijf en 1 installatietechniekbedrijf. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat mensen bij dat bedrijf aan de slag gaan. Maar meer dat ze een beeld krijgen. Wat houdt werken in de installatietechniek in? Wat houdt werken in de bouw in? En dat ze daarmee gewoon een beeld krijgen. En dan wordt daarna gekeken. Misschien wordt het wel bij Lindhorst, maar misschien komt iemand uiteindelijk wel ergens anders te werken. Sommige deelnemers voelen zich met deze aanpak meer geholpen dan simpelweg solliciteren. Ik heb contact gehad met Lucrato via het UWV eigenlijk. En dat is heel prettig begonnen. Dus en daarom ben ik nu, dit is nou eigenlijk het tweede contactmoment met Lucrato. Maar ik ben er heel blij mee tot nu toe. Want ik hoop echt dat zij mij kunnen helpen met verder met komen in zo'n baan. De Techniek Doedag werd succesvol afgesloten. In de nacht van dinsdag op woensdag werd aan het gemeentehuis van Apeldoorn een groot spandoek met een Zwarte Piet van ballonnen opgehangen. De Zwarte Pieten actiegroep wil hiermee benadrukken dat volgens hun 95% van de mensen voorstander zijn van het traditionele Zwarte Piet. Op hun website is te lezen dat de groep burgers zijn die de Nederlandse traditie hoog in het vaandel hebben staan. Of de actiegroep ook in actie komt tijdens de intocht van Sinterklaas op zaterdag 16 november is niet duidelijk. Volgens de gemeente Apeldoorn hebben de extreemrechtse Nederlandse Volksunie en Pegida zich aangemeld om te komen demonstreren. Verder zijn er 2 bezwaren van de intocht bij de gemeente binnengekomen en die gingen met name over het uiterlijk van de pieten. Morgen is het zonnig en droog. Er staat een vrij frisse oostenwind en het wordt zo'n 9 graden. In de avond en nacht zijn er wolkenvelden, maar blijft het droog. De wind is matig en de kwik daalt naar het vriespunt. Vrijdag is het wisselend bewolkt met kans op buien en niet veel zon. Het wordt dan een graad of 11. Zaterdag is het bewolkt en regenachtig weer. Er staat veel wind en het wordt zo'n 14 graden.